Ja. Dan begin ik hier met een beetje sneller voorheen. Voor Meteobase moet je op een whitelist staan. Whatever that may be. Nou ja, ik kan er wat bij voorstellen. Ik weet wel dat niet iedereen toegang heeft tot WIWB. Ik heb bijvoorbeeld laat van dat daar is het verzoek of ik alsjeblieft een account wil aanmaken, want ze konden geen gegevens krijgen. Betekent dat nu als je jullie app gebruikt dat je het risico loopt dat die zegt van ja, sorry, maar je bent geen waterschap en geen Rijkswaterstaat en bekijk het maar met je data? Ja, dat is bij de WIWB is dat wel een ding inderdaad. Het is niet. We gaan natuurlijk niet over de toegangsbeleid van WWB, maar het is niet iedereen heeft er toegang toe. Ja, dat vind ik wel een probleem. Maar we laten ons altijd ervoor staan dat we helemaal open source zijn. Dat betekent dat iedereen overal bij moet kunnen. Ja. Dus ja, daar moeten we nog eens even over praten. Van hoe we daar een modus in kunnen vinden. Ik begreep wel dat het beleid van WWB wat ging veranderen, maar... Dat begreep ik ook, maar ik weet niet precies wat daar gaat veranderen. Nee, ik ook niet, maar ik denk wel een belangrijk punt. Want het is dat van de gekke dat je dan, als je dan toevallig niet tot die groepen hoort, dat je er niet in kan. Daar investeren we wel het geld niet voor. Ja. Het begin van het project was natuurlijk het uitgangspunt dat we van WWB zouden uitgaan. Ja, nee, dat snap ik. Maar daar hebben we ons waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd dat die toegankelijkheid een probleem was. Ik wist er zelf ook niet dat het altaar is mee benaderd of ik als jullie een account wil aanmaken. Nou, misschien dat het in de toekomst dat verandert. Anders zijn er andere bronnen om een andere neerslagbronnen te komen. En in principe zijn dus alle drie die, op de manier waarop de tool is opgezet, zou je alle drie die tools kunnen gebruiken om die neerslag op te halen. En er rassen van te maken. Maar ik denk dat in principe is dat wat er in WWB zit het meest optimale voor heel veel toepassingen. Ja, we zetten het even op de agenda. Goeie. Ja. als jullie straks zo meteen op wat er in het notebook staat, misschien hebben jullie er al naar gekeken, of op de rest van de tool opmerkingen hebben, dan kun je die zo meteen geven, uiteraard. Je kan ook mailen naar mijn e-mailadres, wat hieronder staat, r.hurkmans@hkv.nl. Dan ga ik nu even naar het notebook. Als jullie bij het webinar van afgelopen donderdag waren, dan komt dit jullie vrij bekend voor. Want we hebben geprobeerd de tools zo consistent mogelijk te houden onderling. Dus dit is het notebook van van de meteodata. Er zit wat code achter in een pakketje wat hierachter zit. En je hebt om het te kunnen draaien ook een Python-omgeving nodig. Volgens een bepaalde... Met een aantal libraries. En er zit een bestandje bij waarmee je zo'n omgeving zou kunnen opzetten. Als je snel zou kunnen aanmaken als je genoeg recht hebt om op je PC om een Python-omgeving te kunnen installeren. Hierboven staat een inhoudsopgave van wat er allemaal in zit. Dus we gaan zo meteen eerst even de tool initialiseren. We gaan de verdampingsrasters ophalen en wegschrijven. We hebben de neerslagrasters. En tenslotte nog wat de tijdreeksen voor swap. In het begin staat wat documentatie over wat de tool doet. Ik heb net het meeste al verteld in de PowerPoint, daar ga ik nu niet allemaal heel diep op in. En de echte details die kun je best bekijken in de swap en de meterswap manuals. Daarin wordt de berekening van zowel macking als permamultiet en alle parameters daarvoor ook uitgelegd. Goed punt, Niels. Ik zag je vraag binnenkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zowel de tool... de data als de scripts beschikbaar komt via het KNMI dataportaal. Het NAI dataportaal, excuus. Hoe we dat precies beschikbaar gaan stellen en hoe dat eruit gaat zien, daar zijn we nog over in conclave. Dat wordt binnenkort besproken en afgesproken. En dan komt deze data in ieder geval daar beschikbaar. En ook de code en de tools. De tool is helemaal open source vrij beschikbaar. Ik ga nu even door de tool heen lopen. We hebben eerst wat standaard Python pakketten nodig waar ik jullie niet mee zal bemoeien. En een aantal van de scripts die we nu gemaakt hebben om de data te kunnen downloaden uit de API's en om dingen te kunnen wegschrijven. Als er wat misgaat, maak ik een logbestandje aan. Een aantal is de instellingen voor de tool weergeven. Ik heb hiervoor gekozen om maar voor 2 dagen data te genereren, omdat er bepaalde datastructuren uitkomen die nogal groot zijn en die snel geheugenproblemen veroorzaken. Dus zeker in combinatie met dit webinar hou ik het even bij deze 2 dagen. Nu
Om het meerdere jaren te kunnen downloaden, is het handiger om een script te kunnen draaien van dit notebook. Dat wordt meegeleverd met een bestandje om automatisch voor meerdere dagen achter elkaar die data klaar te zetten. Maar dan hoeft niet alles in het geheugen te worden geladen in dit notebook. Hier kunnen we kiezen welke tijdstappen allemaal weggeschreven moeten worden aan rasters. En nog welke van de drie verdampingsvarianten die ik net noemde gebruikt wordt. In dit geval 3 staat in Metaswap voor het gebruik van permanentiet, zodat permanentiet berekend wordt door het model zelf op basis van de invoergegevens. De verdere stappen van de tool zijn het klaarzetten van een aantal mappen. De credentials voor www als je die hebt. En het instellen van het domein en de periode. Het domein heb ik hier gekozen als als heel Nederland met die 50 kilometer bufferzone waar ik het over had. En dat is dan afgerond op hele kilometers. Nu is het wel zo dat er wordt een soort van template raster wordt op deze manier opgegeven. En dan wordt alle andere rasters worden zo gemaakt dat ze aansluiten op dat domein en die resolutie. Als je dus een ander domein hebt, dan kun je een ander template raster meegeven en dan wordt dat gebruikt. Deze zal ik even draaien. Er zitten nog wat keuzemogelijkheden in, of alleen verdamping, of alleen neerslag, of allemaal. Alles wordt gegenereerd. Oh. Zelf vergeten. De volgende stap is het ophalen van de brondata voor verdampingsrasters uit ERA 5. Er zitten een aantal van dit soort functies in de tool die dat soort dingen doen, zodat de code niet te lang wordt. Hier zie je bijvoorbeeld een aanroep om data te kunnen op te halen uit die ERA 5 API van Copernicus. Als je wil weten hoe zo'n functie eruit ziet, kun je bijvoorbeeld de help van die functie nemen. En dan kun je hier zien wat er allemaal... Ik zal nu niet alles in heel veel detail bekijken, maar dan kun je zien wat die verwacht, wat erin moet en wat eruit komt. Dit gaat dan goed. Ik heb nu even, dit is dan hoe de downloader eruit ziet. In dit geval wordt dus voor 3 dagen ERA 5 data opgehaald. Hier zie je hoe dat ongeveer uitziet. Nu is het wel zo dat je natuurlijk niet elke keer als je een nieuwe data wil maken, al die data opnieuw wil downloaden. Dus als er nu iets wordt gedownload, dan wordt dat in een bepaalde plek neergezet, de ruwe data, in het CDF-formaat. En als die er eenmaal staat, dan kun je het daarna heel snel nog een keer draaien. En dan leest die de data in die je al gedownload hebt. En dan kun je dan weer verder. Dus je hoeft dat downloaden maar 1 keer te doen. Maar dat is ook wat het langste duurt over het algemeen. Nou, dan zitten er een aantal. Dan zit die data er in de tool als een dataset. En dan kun je dus zien wat er. Als je een beetje handig bent met Python, kun je dan vrij makkelijk inspecteren wat er allemaal in die data zit. Bijvoorbeeld in dit geval hebben we 3 dagen met uurwaarde op een raster in dat long. En dan hebben we een aantal variabelen die ik net in de PowerPoint liet zien. Met de codes zoals die dan in ERA 5 zitten. Dat wordt automatisch door de tool verder bewerkt. En dat ziet er dan een plaatje van de 2 meter temperatuur in graden Kelvin ziet er dan zo uit. Dus we hebben dan een lat-long grid met dit domein en deze cellen. Vervolgens gaan we verder met het bewerken van de data. Hier komen een aantal van de zaken langs die Paul net ook al noemde. Rondom het aggregeren van van de verdampingswaarde. Er zijn een aantal zaken die hier gebeuren. We hebben de ERA 5 data met die variabelen zoals ze daarin zaten. Die moeten worden omgezet naar de andere parameters met andere eenheden. En we berekenen de referentiegewasverdamping volgens Mach-Inc en volgens Permanentiet. En het grid stellen we gelijk aan het raster zoals Metaswap dat wil. Dus we krijgen hier een ander grid met andere coördinaten. En vervolgens schrijven we alles weg. Wat hier nog wel belangrijk is, is dat Metaswap cumulatieve bepaalde variabelen die in de tijd cumulatief zijn, zoals neerslag en verdamping, in millimeter per tijdstap verwacht in millimeter per dag. Dus hoewel we hier uurwaarden schrijven, moeten we ze toch schrijven met de eenheid millimeter per dag. En daarom hebben we hier een scaling factor die de u-waarde van die folder met 24, zodat ze toch in millimeter per dag worden weggeschreven.
ondanks dat het uurwaarden zijn. De volgende stap is dan, hier is het stukje waar we het straks over hadden met de windsnelheid, die wordt gemiddeld over de dag, maar vermenigvuldigd met een factor 1,33, omdat de wind over het algemeen s'nachts wat minder is. Vervolgens gaan we hier nog een keer de ERA5 data aggregeren naar dagen, weer de verdamping berekenen en dan de daglasten wegschrijven. En dan hebben we dus de data zoals die uiteindelijk ook in het model terechtkomt. Dat duurt heel even, maar dan hebben we alle data in het systeem. En dan kunnen we hier, net als we net bij de ruwe ERA5 data zien, wat er nu in zit. Dus nu hebben we de minimum en de maximum temperatuur beschikbaar. De relatieve zonneschijnduur zoals die wordt berekend door volgens de swap manual. De relatieve vochtigheid en de dampdruk zie je opeens ook verschijnen. Dat hebben we allemaal net berekend. En dan wil je natuurlijk weten of het goed gegaan is en of het eruit ziet. En op deze in de tool zitten een aantal voorbeelden van hoe je dan wat je net hebt gedownload op een makkelijke manier kan plotten, zodat je kan zien wat er dan zal uitgekomen is. We hebben natuurlijk nu maar 2 dagen beschikbaar, maar hier zie je weer wat illustraties van hoe het grid de verschillende variabelen eruit ziet. Dus hier zie je bijvoorbeeld de inkomende straling, windsnelheid, op zee waait het algemeen wat harder dan boven land. Minimale en maximale temperatuur voor deze dag, 2 juni 2016. En hetzelfde kunnen we doen voor de referentiegewasverdamping die we net hebben berekend. En ik heb nu kaarten gemaakt van 1 tijdstap. Je kan natuurlijk ook voor 1 pixel de tijdreeks plotten. Nu is dit een tijdreeks van 2 dagen, dat is heel kort. Maar je kan zo wel zien of het er een beetje logisch verloop uitkomt. De volgende stap is de neerslag. Die halen we dus uit de WIWB-API. En ook hier, als we een download doen, dan worden de ruwe bestanden ergens neergezet, zodat ze maar 1 keer gedownload hoeven te worden. Dat hebben we hier al gedaan. Dus nu wordt ERA5 gedownload en vervolgens de radar uit WIWB. En die worden dan samengevoegd op de manier zoals we dat net... Hier is nog een keer een plaatje wat jullie net zagen langs komen. Die worden dan verwerkt zoals ik dat net heb uitgelegd. Dit is een vrij grote lab code, daar zal ik nu niet in detail doorheen gaan. Maar dit voert de bewerkingen uit zoals we dat net liet zien. Als de data na 2019 is, dan hebben we IRC-data gedownload. En dan kunnen we die gewoon aggregeren naar uur- en dagwaarden. Als het voor 2019 was, dan komt de data uit Meteobase. En dan gaan we die samenvoegen met ERA5. We gaan data van het KNMI downloaden. En we doen al die bewerkingen die ik net vertelde. En vervolgens sturen ze op aggregeren nog naar dagwaarden. Je ziet dat hij nu voor al die 5 minuten waarde van het KNMI aan het inlezen is. Dat duurt al even voor 2 dagen. Dat duurt nog ongeveer een minuutje en dan hebben we alle rasters beschikbaar. Ik weet niet of het tot zover duidelijk is. Of hebben jullie alvast vragen of opmerkingen? Er is een vraag in de chat, Ruud, van Tristan. Oh. Oké. Dat is een goed punt. Wie gaat dit beheren? De meeste van die databronnen die zijn er al een tijdje. Maar ze kunnen inderdaad wijzigen. We hebben nu afgesproken dat de data wordt nu dus bij het NI beheerd. En dan wordt die beschikbaar gemaakt. En dan wordt die, zoals die nu werkt, blijft die dan in ieder geval komend jaar nog werken. En als er dan zodra er een update gedaan wordt, dan moeten we dan kijken. Hoe dat dan in zijn werk gaat, wie dan de aanpassing doet om die bronnen weer actueel te maken. Het is vrij modulair opgezet, dus ik ga ervan uit dat als er een bron verandert, dat het dan qua inspanning niet zoveel werk is om het aan te passen. Maar het updaten van de data zelf in de komende jaren, dat is geen onderdeel van de opdracht. Alleen om om de tool update tot zover mogelijk klaar te maken om te updaten. Misschien wat de Chuck daar ook op aan wil sluiten.
Ja, dat wil ik inderdaad even vastzetten, want voor alle dingen die binnen NDI gemaakt worden, is voorzien in beheer en onderhoud, ook voor dit onderdeel. Ja. Als het goed is, maken jullie weer een onderhoudsplan, alleen er is nog niet besteed, of nog niet aanbesteed, of er is geen opdracht voor gegeven. Maar ja. er wordt een plan gemaakt en er is ook geld voor de komende jaren om het NDI-instrumentarium, dus inclusief dit, om dat goed te beheren en budget te houden. Ja. Zeker de Copernicus en de KNMI-API's, die zijn er ook niet zo lang. Die Copernicus-API's is er al een tijd. En dus ik weet er niet van dat daar aanpassingen aan voorzien zijn. Ik zoek een handje van Paul. Ja, ik zag even iets voorbij komen van Float. Float 32 en Float 64. Even voor de goede orde. Ja. Waar zag je dat? Ik zag ergens een Float 64 voorbij komen. Bij de referentieverdamping, geloof ik. Maar nu is het zo, iemand heeft laatst mijn model onderuit weten te krijgen met zo'n, met geloof ik een temperatuur in 15 cijfers in een grid. Dus daar van, jeetje, een soort DigiBeta die dat dan geschreven heeft, zeg maar. Want ik las het namelijk tot voor kort in met een RealMal 4. Maar daar heb ik toch maar gewoon een RealMal 8 van gemaakt om dit soort gedonder te vermijden. Dus ik heb ook even overleg gehad met Peter Vermeulen over hoe lees je nou precies die grids allemaal in. Nou, dus ook gewoon even met een implied do loop en niet een gewone dubbele do loop en dat soort dingen. En met een sterretje en dan wel met een double precision. Zodat hij dat in ieder geval allemaal aan kan. Dus als je nu gewoon bij het testen van deze data crash gaat krijgen, dan kun je beter gewoon even vragen om een nieuwste versie, die ook gaat komen deze maand. Want daar staat in gefixt. Dus niet meteen... Bij het wegschrijven naar de ASCII-bestanden heb ik niet alle mogelijke decimalen weggeschreven, maar ik heb het algemeen afgerond om 3 decimalen. Oké, geweldig. Om dit soort dingen en het bestandsformaat binnen beperken te houden. Er waren data zo van 3,1999. Nou, je weet wel hoe het ontstaan is. En 3,2 die dan gewoon gemolesteerd is. Ja. Ja. Oké, maar daar zorg je wel voor. Want ik vind het eerder gezegd als modelleur, vind ik het gewoon doet pijn aan de ogen als je dat soort data 15 cijfers voorbij ziet komen. Weet je, dan denk ik ook van... Ja, dus het is heel mooi dat jullie dat wel gewoon uiteindelijk bij de wegschrijven, dat je het gewoon als logische format doet. Ja. Ja. En een ander punt is van, jullie zijn er wel keen op, denk ik, die no-data's. Want dan heb ik dus van de loop van jaren echt heel veel kop aan gehad. Kijk, ik tik het eigenlijk gewoon om zelf alles daartegen te beschermen. Want ik vind dat het gewoon in de pre-processing moet gewoon alle no-data's gewoon afvangen. Klaar. Maar ja, die kamer dan toch door en dan zit je toch op een gegeven moment weekend. Dan moet je wel op een gegeven moment je model weer gaan aanpassen. Ik had laatst ook weer de minimumtemperatuur, de maximumtemperatuur, allemaal no-data's. Neerslag van, dan gaat meteen de grondwaterstand natuurlijk naar de hemel. Dus er mogen gewoon geen no-data's in die ingelezen worden. En het punt is wel, je zit, als je daarvoor beschermt, oké, maar je moet eigenlijk ook bij die rand opletten. Dus op een gegeven moment, als je bij allerlei rasters kun je dan toch een randeffect krijgen. Dus het is wel belangrijk dat die grids werkelijk compleet gevuld zijn, nou, inclusief de Noordzee. Gewoon. Die moet je gewoon, denk ik, gewoon standaard even vullen. Dat het dus echt, ook door randeffecten van die verrasteringen zo, weet je, dat er gewoon geen rare dingen op. Want het is niks frustrerenders dat je een jaar, 5 jaar rekent, en dat dan vervolgens op de meteodata de boel onderuit gaat. Hè? Dat, dus die, nee, dat die, worden die grids dan helemaal gevuld, ook in de Noordzee? In principe wordt overal ERA5 aangehouden. Dat is in principe altijd vlakdekkend. Dus dat wordt in principe altijd meegenomen in het wegschrijven van de data. Oké, dus heb je geen randeffect. Dat is heel mooi. Ja. Net als bij verdamping zijn er ook weer manieren om dit te visualiseren wat we al net gemaakt hebben. In dit geval hebben we weer een plaatje van de meteorbase data op 2 juni. Op een bepaalde tijdstap die we kunnen plotten. Je ziet weer die bufferzone van 15 kilometer om de grens. En het was in de PowerPoint. Dit ziet er misschien niet altijd even visueel aantrekkelijk uit. Maar als je het dan samenvoegt, dan krijg je dit soort effecten. Maar dat we dus maar in principe zo... Het is wat verder dan 15 kilometer van het buitenland krijg je dus de ERA 5 neerslag. En daar zit een overgang tussen. Dat ziet er dan zo uit. Net als bij verdampen kunnen jullie nu ook weer op een bepaalde pixel een tijdreeks plotten. In dit geval is dit van de 10 minuten neerslag. Laatste stapje, ik zie dat de tijd al een beetje begint te dringen, is dat we tijdreeksen schrijven, zodat SWAP ook kan rekenen. Er zijn 3 verschillende bestandsformaten die SWAP hanteert. Namelijk de dagelijkse meteorologie. Daar is het dan per dag straling, de minimale en maximale temperatuur, vochtigheid,
de dampdruk, dus een kilopascal, zoals Paul net ook al zei, windsnelheid, neerslag en de duur van de dag waarop het regent. De tweede variant is een wat meer gedetailleerde neerslag, dat je kleinere tijdstappen hebt en daarbij alleen de neerslag. En de derde variant is een kleinere tijdstap dan een dag, de parameters die nodig zijn voor permamultiet. In principe faciliteren we alle drie die varianten. Al is met Wenner afgesproken dat je ziet hier in deze bestanden dat het tijdformaat eigenlijk altijd anders is. Hier is het 1 mei in letters 1980 en dan een record. Hier zijn het drie aparte kolommen. En hier ook. En hier is tijd dan weer een float. Met Wenner is niet afgesproken dat we in de data die we opleveren, dat in principe alle, dat we altijd het bestandsformaat als maand, maand, dag, dag, een vast formaat aanhouden voor al die bestanden. Daar komt het werk op neer. Ja, dus in dit geval halen we de data op uit de KNMI, de KNMI-stations. Daarvoor schrijven we nu die swapdata weg. Dus we halen hier wel de... Hier halen we wel de relatieve vochtigheid op. Dus waar we KNMI-stations hebben, daar gebruiken we wel de methode zoals Paul net beschreef met de swap, volgens de swap-manual. In dit geval hebben we voor 2 jaar een data, omdat het op KNMI-stations maar wat makkelijker te doen is qua geheugen. En hier worden dan... Op basis van die data wordt per uur en per dag worden de data geaggregeerd en worden ook weer die permamultiet en makking referentiegewasverdamping berekend. En dat wordt weggeschreven volgens alle drie die formaten die we net noemden. Zeker die gedetailleerde data, die duurt al even. Dus zo meteen gaat hier een plaatje verschijnen van de permamultiet en de makkingverdamping. Kijk vast naar het laatste stapje toe en dat is dat er nog een invoerbestandje van Meterswap geschreven wordt. Meet.grid.inp. Wat een soort van index is voor welke rasters er allemaal nodig zijn. Welke rasters Meterswap gaat inlezen. Dus die afhankelijk van welke tijdstappen we net allemaal gemaakt hebben. Worden daar neerslag, verdamping en de invoerparameters van verdamping met het pad daar naartoe ingezet. En dat kan ingelezen worden door Meterswap. Dat was dan het einde van de tool. We kunnen nog een paar seconden wachten tot het laatste plaatje verschijnt, dan is het helemaal klaar. Zijn er in de tussentijd nog vragen over dit stuk? Of over andere stukken? Onderdelen? Alles duidelijk tot nu toe. Dat is fijn. Nee, ik had nog wel een vraag. Anders bij die WWB had jij in het begin, vul je daar non in? Had je daar non staan, maar nu haal je hem toch op. Dus hoe moet ik dat zien? En wat doet hij daar als je daar non invult inderdaad, als je geen WWB login gegevens hebt? Ja, goed punt. Zoals ik net zei, als er geen... Ik ga even naar een bepaalde map die ik hier gebruik. Dat is de temp folder. Daar staan de ruwe data in zoals de tool die downloadt. In het geval van WWB staan hier allemaal rasters in van de radar. En wat u nu inleest is de CSV-bestanden met de KNMI-station-data zoals die uit WWB gedownload worden. Dus als credentials non zijn, dan gaat hij kijken of deze bestanden er staan. En als die er al staan, dan gaat hij die inlezen. Als hier geen bestanden zouden staan en de credentials zijn non, dan zou hij zeggen dat die credentials nodig heeft. Maar hij heeft alleen die credentials nodig om te downloaden. Maar hij heeft ze niet nodig om die eventueel al gedownloade data te kunnen inlezen. Ja, dus dat is ook alleen dan oplossing moet je wel een login hebben inderdaad om die te kunnen downloaden. Ja. Maar goed, dat zou iemand van de waterschappen of van de organisaties die die rechten wel hebben, of van Rijkswaterstaat, zou het dan voor projecten, voor adviesbureaus bijvoorbeeld, zeg maar, altijd zelf moeten downloaden. Om bijvoorbeeld dat een bureau vervolgens de Meterswap data klaar kan zetten. Voor ja, modellering. Dus op die manier zou je ook wel de tool wat... overdraagbaar kunnen maken. Je kunt het op een andere plek gebruiken dan waar bijvoorbeeld de whitelisting van WWB gedaan is. Ik ging net al naar de temp folder toe. Dan kan ik even naar de uitvoer folder. Hier is nu juist alles weggeschreven. Dus ik heb nu gevraagd om alle tijdstappen. Dus hier zijn nu alle rasters
in ASCII-formaat weggeschreven. Om even één laten zien. Dit is de luchttemperatuur en dus afgerond op hele kilometers. De no-data-waarde is 999, maar als het goed is, komt die nergens voor, omdat, zoals je ziet, overal is alles opgevuld met gegevens uit ERA 5. Niet overal op 1 bij 1 kilometer, omdat ERA 5 een stuk grover is. Dus je ziet wel wat herhalingen, omdat de blokken eenmaal wat groter zijn. Maar in principe is dit hoe alle bestanden eruit zien. Dus met dezelfde no-data-waarde, hetzelfde domein op hele kilometers en helemaal gevuld. En misschien om het helemaal... Ik heb in QGIS een aantal van die bestanden geplot. Dit is het domein wat we dan beschikbaar hebben, waarin je dus even voor de referentie in Nederland ziet. Met die bufferzone van 50 kilometer. En dan, dit zijn dan de parameters die nodig zijn voor permanentie. Bijvoorbeeld minimale temperatuur was dat. Dit is een gemiddelde temperatuur, maximale temperatuur. We hebben relatieve luchtvochtigheid en de actuele dampdruk. Luchtdruk, straling. Het kan vast allemaal mooier opgemaakt worden, maar het geeft een beetje indruk dat alles gevuld is en je ziet een beetje hoe het grid er dan uitziet. Dit is dan nog de windsnelheid. En dit is de referentiegewasverdamping. En dit is de neerslag waar je weer ziet dat het bij ERA 5 en de NWUB samengevoegd zijn. In principe is dat denk ik wat ik wilde aan jullie wilde vertellen vandaag. Nog even naar mijn laatste sheet. Daarin stond nog de vervolgstappen. In principe wat we nu gaan doen is, we hebben nu een gedeelte van de dataset al gegenereerd, maar niet helemaal. Dus op basis van de tool gaan we nu de hele periode die gevraagd is genereren, van 1990 tot 2020. Voor de documentatie en de tool vragen we graag jullie feedback. En als de manier waarop bekend is, gaan we zowel de tool als de data beschikbaar stellen op het NII Dataportaal. Dat was het wat mij betreft. Als er nog vragen en feedback zijn, dan ontvang ik die nu graag. Of later via de e-mail, mag ook. Ah, ik zie een vraag. Lennart. Is het niet een idee om het daarna nog op GitHub te zetten? Dan kunnen andere mensen wat verbeteringen toevoegen en wat gekke... Zeker, ja. Als het goed is, is er een soort van GitHub of een code repository gekoppeld aan het NII Dataportaal. Het staat nu nog op mijn eigen GitHub, maar het is wel de bedoeling om alle code van dit project te bundelen op één plek, waar iedereen dan inderdaad erbij kan en kan doen met de code wat hij wil. Ja, want iemand zei dat al in de chat inderdaad, en dat vond ik een goed idee van hem, van Tristan. Ja. Ja, er staat dus de opname van het webinar, maar ik zag af en toe een melding komen dat de opname haperde en weer stopte. Dus ik ben een beetje bang dat de opname niet helemaal gelukt is. Maar was de opnameknop ook uitgegrijsd, maar dan moeten we even kijken wat er dan uiteindelijk beschikbaar is. Jacques, ik zie nog twee handjes. Ja, ik had even meer een informatieve vraag. Want je hebt nou die scripts die worden gemaakt... Die stel je beschikbaar via de NII-website, maar jullie draaien die scripts ook om een enorme bos data te genereren die zo downloadbaar zijn, of heb ik dat nou verkeerd begrepen? Hoe die data precies beschikbaar wordt gemaakt, dat is dan nog een beetje, dat wordt in bij het NII-dataportaal nog nader besproken. Ja. Het is een iets andere uitdaging dan bij de landgebruikskamer, want dat is één of een paar hele grote rasters. En in mijn geval zijn het duizenden kleine rastertjes. Ja, dat snap ik. We moeten dan bij het portaal even kijken wat dan het handigste is om het op een werkbare manier beschikbaar te stellen. Ik kan me voorstellen dat er misschien zip-bestanden worden dat je voor jaren aan data kan downloaden, zoiets. Nou ja, dat zou in ieder geval met dat probleem van het WUB zou je dan redelijk omzeilen. Hè? Dat heb je gewoon afgeleide gegevens. Dus dan komt het ook allemaal goed. Ja, of die temp-map waar ik het over had met die ruwe gedownloade data.
Dat, ja, die is vrij compact. Ja. Misschien dat we daar nog iets mee kunnen of mogen. Oké. Okay. Is nog één handje bij Lennart, maar ik weet niet of dat het oude handje was. Dat was het oude handje. Ah, moet ik uitzetten. Sorry. Ja. Nou, als er dan geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor de aandacht. En ja, nogmaals, als er nog ideeën of nabranders zijn, dan schroom niet mij te mailen op r.rukmans@lhkp.nl. Dank jullie wel allemaal en tot ziens. Dank jullie wel. Mooi. Dank je. Bedankt.